Topnames, iedere dinsdagavond vanuit De Waag in Amsterdam. Te gast is Robert Verwaaien, je bent van Keen Venture Partners. Ik zag een mooi zinnetje zag ik op jullie website staan. Je bent investeerder, jullie zijn investeerders. Tech investing is like surfing. Ik dacht, daar mag je mee beginnen om mij dat uit te leggen. Nou, ik en mijn collega Alexander zijn allebei surfers, dus we vonden het een leuke beeldspraak. Wat we daarmee bedoelen is dat wij een strategie hebben waarbij we dus een stukje vooruit projecteren en dan terug reflecteren van wat zijn grote waves van innovatie die er gaan plaatsvinden. En als je dan investeert, dan moet je ook hard gaan peddelen om in de juiste positie te komen. En dan moet je ook gaan surfen om de ride goed te doen. Dus dat was eigenlijk, de gedachte erachter. Ja. En ben je brandingsurfer of kitesurfer? Of nee, gewoon golfsurfer. Okay. Zonder zeil, helemaal niks. Ja. Dus je moet heel lang wachten op de juiste golf. Ja, dan moet je lang wachten op de juiste golf. En dat is een beetje dat is wel een beetje hoe jij dat ziet, investeren in technologie. Ja, zeker. Je moet wel een view hebben op waar het naartoe gaat natuurlijk. Ja, misschien kunnen we daar gelijk de inhoud in. Want op jullie website ben je er nogal stellig over. Hè? Van, je zegt eigenlijk wij als Keen, wij analyseren de trends. En wij hebben een aantal trends gedefinieerd die wij interessant vinden. Ja. En alleen als je daar binnen past, dan zijn we in jou geïnteresseerd. Ja. Kun jij heel kort die trends voor ons even bereiken? Nou, moet ik meteen een nuance maken. Elke venture capital is natuurlijk ontzettend opportunistisch. Dus als er iets langskomt wat waanzinnig aan het groeien is, en het past niet helemaal, dan verzin ik maar wel je moet wat, dat het wel weer past. Maar je moet wat op die website zetten. Nou goed, kijk, de reden waarom we een aantal, wat je in het Engels thesis noemt, of in het Nederlands ideeën hebben geformuleerd, is omdat dat onszelf een wat nauwere focus geeft over wat we interessant vinden. Dat is één. Het tweede is dat het ons in staat stelt om proactief te zoeken naar bedrijven. Als je kijkt naar venture capital, in traditionele zin is dat georganiseerd van ik heb een heel groot fonds, ik zet een vlag in de tuin en ik adverteer dat ik x100 miljoen heb en dan genereer ik dealflow, zoals dat dan heet in vakterminologie. En wij hebben eigenlijk gezegd, nee, dat draaien we om. Dus we hebben een aantal ideeën over de toekomst. Reflecteren we terug en kijken wat zijn dan bedrijven die kant op gaan en die gaan we zelf proactief benaderen. Ja, maar kun je dat concreet maken? Welke ideeën wij hebben? Yeah? Ja, tuurlijk. Dus, die staan ook netjes op die website. Dus de eerste is wat we noemen distributed intelligence. En dat klinkt allemaal heel Amerikaans wat ik nu ga zeggen, maar... Erwin kan dat vertalen. Ja, gedistribueerde intelligentie. En dat wil zoveel zeggen dat als je kijkt naar hoe wij nu informatie tot ons nemen, is dat vrij. Die paden zijn vrij eendimensionaal. Namelijk, we gaan naar Google. Stel ik Google een vraag en dan krijgen we de informatie. Nou, wij denken, daar zijn we niet de enige in overigens, maar dat die informatiepaden op hele andere manieren gaan vloeien straks. En dan moet je denken aan, ik zal meteen een concreet voorbeeld geven, dat in de auto zit aan de linkerkant, ik weet niet of jullie een nieuwe auto hebben, maar zit aan de linkerkant een output jack. Daar kun je dus data van je auto analyseren en dan kan je dus met slimme applicaties kan je dus je auto intelligent maken. Nou, dat was voorheen niet mogelijk, dat is nu mogelijk. Nou goed, zo zijn er nog een hele hoop categorieën waar dat gaat gebeuren. Sommige mensen noemen dit Internet of Things. Wij trekken die categorie iets breder. Dus we zeggen Internet of Things zijn de ogen en de oren van het internet. En wij vinden robotica, dus robots, daarnaast ook interessant, want dat vinden wij eigenlijk de handjes en voetjes. En daartussenin zit nog, dan heb je oren en ogen en handjes en voetjes, maar dan moet je ook nog goed kunnen nadenken als Internet of Things. En daarom vinden we machine learning en artificial intelligence en dat soort categorieën ook interessant. Nou, dit is één voorbeeld van een theme of een thesis die we interessant vinden. Zo hebben jullie er drie op staan. Hè? Ja. Maar als ik deze één al hoor, denk ik, dat is eigenlijk ook wel een heel breed gebied. Hè? Dat is ook een breed gebied. En daarom zei ik, ik begon ook met een grapje over, hè, je wil ook weer niet te nauw zitten, want dan doe je bijvoorbeeld alleen maar software as a service in Nederland. Ja, dan heb je niet zoveel. Ja. Dan is de peekvijver wel klein. Want ik ben met je eens, met jou Erwin, van jullie hebben het heel breed geformuleerd, wat je ook wel moet doen. Wat ik daarom eigenlijk interessanter vond, dat je ook heel concreet zegt, van nou, waar we niet in geïnteresseerd zijn, is online retail, digital media, games, life sciences, clean tech, gambling. Dat vind ik eigenlijk nogal wat, dat je als investeerder... Ja. Gewoon een complete categorie aansluit. Ja, wat is er bijvoorbeeld mis met gambling? Waarom zou je daar niet in willen investeren? Intrinsiek is er niks mis mee. Alleen je moet, om geloofwaardig te kunnen investeren, moet je wel blijven bij wat je snapt.
En hoewel wij dat best online retail snappen we goed. En dat is weer een ander voorbeeld waarvan we zeggen... als wij die modellen bekijken, is dat gewoon winkeltjes spelen. En ik zeg dat heel oneerbiedig, maar winkeltjes spelen online... met best lage marges en best heel hard werken. Om dat te laten schalen, om dat goed te doen... heb je ook heel veel kapitaal voor nodig. Dus dat vinden wij minder interessante businessmodellen. En daarom zeggen we ook gewoon heel duidelijk waar we niet zo geïnteresseerd in zijn. En hopelijk is dat voor ondernemers ook fijn dat ze weten... nou ja, als we bij Keen zijn, dan passen wij misschien niet. Maar hoeven we onze energie niet in te stoppen, bijvoorbeeld? Nou ja, wij hoeven niet naar alles te kijken... en zij hoeven niet per se langs ons te gaan om te kijken of daar een match is. Dus dat helpt beide partijen, denk ik, alleen maar om daar duidelijk over te zijn. Hoe komen die keuzes tot stand? Je hebt dit fonds... samen opgericht met Alexander Rimbink, bekend van Tom Tom onder andere. Ja. Je vader Ben Verwaaien, die kennen de meeste mensen wel. Zitten jullie met z'n drieën dan de wereld te bekijken? Hoe moet ik dat voor me zien? We zijn eigenlijk begonnen met een geheel schone lijf. Van hoe ziet een moderne venture capital fonds eruit? En toen was de eerste constatering was dat dealflow genereren, wat ik net zei, door alleen maar te adverteren naar buitenkant, dat is een beetje dood. De markt is veel competitiever, ook voor venture capitalist. Dus je moet dan keuzes maken. En de eerste keuze was dat we een aantal thema's die wij goed begrijpen... dat we daar op doorbouwen en daar bedrijven bij zoeken. Dus dat proactieve. Nou, en hoe gaat dat dan in zijn werk? Ja, Ben weet een hele hoop van de telco-wereld. Alexander snapt heel goed de nieuwe veranderingen... in bijvoorbeeld de auto van het voorbeeld wat ik net gaf. En ik breng weer mijn bagage mee en dan kom je samen tot... wat vinden wij leuke, interessante gebieden om in te gaan investeren? En zo gaat dat pratenderwijs eigenlijk. Ja. Hey, op de site staan twee voorbeelden van investeringen die jullie gedaan hebben. Ja. Zijn dat de twee die jullie gedaan hebben? Of zijn het de twee uit een lange reeks? Nee, dus even voor de duidelijkheid. Wij zijn nu zelf een fonds aan het werven. Dat gaat best heel goed, maar dat moet nog wel rondkomen. Jullie willen 100 miljoen bij elkaar. 150 miljoen euro. Er zijn wat verschillende berichten geweest in de media over dat bedrag. Maar dat is onze target. En wat we gedaan hebben, omdat we gewoon willen laten zien aan onze potentiële investeerders, wat vinden we interessant, wat vinden wij leuke bedrijven, hebben we alvast wat investeringen gedaan met onze eigen centen, laat ik het zo maar zeggen. Gewoon om te demonstreren van dit zijn bedrijven die wij goed vinden, die we gaaf vinden en waar we aan willen trekken. Hey, misschien kun je daar iets over vertellen. Niet iedereen weet hoe dit in elkaar zit. Dus je zegt, enerzijds hebben we eigen geld ingebracht, het eerste stukje. En nu zijn we aan het kijken of er andere partijen zijn, andere mensen zijn, andere organisaties zijn die geld hebben, die dat in ons fonds willen stoppen. En jullie moeten ze dan overtuigen dat jullie de juiste mannen zijn. Om er meer geld van te maken. Ja. Dat is hoe het werkt. Ja, dat is best een moeilijke propositie overigens. Dus kijk, eigenlijk als je erover nadenkt... is het ook een heel gek businessmodel wat een venture capitalist heeft. Want in feite vraag ik aan jou... kun je mij een zak geld geven? Dan wil ik ook nog dat je me betaalt om dat zak geld te beheren. Ja. En dan wil ik ook nog een stuk van de winst. Ja. Dus dat is geen makkelijke propositie. Maar de promise die je hebt is van dat geld maken wij niet... anderhalf keer zoals je dat misschien een rendement in andere categorieën van financiële belegging hebt. Maar wij maken er misschien wel 3 tot 5 keer je geld van. Dus daar moet je mensen van zien te overtuigen. Nou, de partijen die daar geïnteresseerd in zijn, dat zijn pensioenfondsen. Dat zijn wat je noemt fund of funds. Dat zijn fondsen die in fondsen investeren. Dat zijn high net worth individuals. Dus mensen die veel geld hebben verdiend en dus een stukje terug willen investeren. En banken en bedrijven. Daar moet je aan denken. Dat zijn het type partijen. Ja, dit lukt je ook alleen maar als je ongelooflijk goed genetwerkt bent. Ja. Nou, kijk, de barriers to entry, om maar eens even een business term erin te gooien, die zijn niet laag. Dus je moet wel iets meebrengen waarvan mensen denken, hey, die heeft een extra talent om die bedrijven te spotten, maar ook om die bedrijven te overtuigen dat je een goede investeerder bent. En jij hebt hiervoor bij Prime gewerkt, ook een investeerder. Dat is zeg maar het stuk wat jij meebrengt. Ik zit hier aan de fond. Het gaat niet alleen over deze twee partijen waar we nu in geïnvesteerd hebben. In het verleden heb ik een track record opgebouwd daar. Ja, absoluut. Dus wat het leuke was, is dat Ben en ik noem hem Ben, het is mijn vader, maar zaten te stoeien over hoe dat dus zou zijn, zo'n modern venture capital fonds. En we vonden het eigenlijk ook heel leuk dat Ben neemt natuurlijk een hele hoop bagage mee qua experience en ook qua netwerk, wat gigantisch is.
En ik sta meer met mijn poten in de modder in de start-up scene en in de snelle groei scene. En die twee werelden combineren vonden we eigenlijk wel heel leuk. En het derde puzzelstuk wat daar heel goed bij paste was Alexander. Zo zijn we gestart. Ja, je zei net zo tussen neus en lippen door, als je het hebt over rendementen die je partijen belooft die in jullie fondsen investeren, die zijn, nou, we maken daar wel een paar keer de waarde van. Als je het dan heel concreet, waar heb je het dan over? Wat je belooft is dat je, wat je noemt, dat je boven, en als ik te technisch word moet je me gewoon onderbreken, dat je boven public market equivalents. Dus als ik 100.000 euro heb en ik stop het in de stock market. Ja. En bijvoorbeeld de Russell 2000 index. Dat is een index van allerlei technologiebedrijven. Nou, die heeft een rendement. Als venture capitalist moet je eigenlijk zeggen, ik moet daar boven presteren. Want anders, waarom zou je geld in mij stoppen? Ja. Ik ben bovendien ook nog eens niet zo heel liquide. Want het duurt nog wel een tijdje voordat je je geld terugkrijgt. Ja, de termijn is vaak 5 tot 10 jaar. Je moet lang wachten als ze investeerden in een VC-fonds. Maar goed, dan is ook wel de promise van, als je nou die Facebook hebt gepakt, ja, dan kan je misschien in plaats van 3 tot 5 keer, dan misschien wel een keertje 100 keer pakken. En dat gebeurt ook wel eens. Ja. Dus het rendement wat je eigenlijk moet beloven aan een investeerder is, voor ons vinden wij minimaal 3x op je geld. Ja. Op een termijn van? Een jaar of 10. Een jaar of 10? Ja. Oké. Okay. Hey, en dan kan je ook nog zeggen, je kan dan een fonds zijn wat ervoor kiest om, zeg maar, risicovoller te opereren. Dus gaan voor die grote aantallen, gaan voor de nieuwe Facebook. Ja, daarvoor zul je dus ook meer flops, zeg maar, moeten hanteren. Of je kunt op zoek gaan naar partijen die meer zekerheid hebben. Hoe doe je die afweging? Nou, wij investeren eigenlijk in bedrijven waar die kunnen schalen, en dat klinkt zo als een open deur, maar dus niet echt de klassieke start-ups, maar bedrijven waarvan je zegt de unit economics, dat is weer zo'n term, maar ik gooi er een euro marketing in en er komt uiteindelijk 2 euro uit, laat ik het maar even heel simpel maken. Dat die er klaar voor zijn, dus als je er extra kapitaal bij gooit, dat het dan ook exponentieel kan groeien. Dat is het type bedrijf waar wij in investeren. Dus wat je noemt in de start-up scene scale-ups. Ja. Die hebben over het algemeen iets minder risico. Die gaan nog steeds wel eens kapot, overigens. Maar wat je dus ziet, is het type investering die wij doen, is niet het hele traditionele model van er 9 gaan er van de 10 kapot en 1 moet het dan allemaal doen. Dus die distributie van je returns is ietsje gelijkmatiger. Dus de 2-3 die het heel goed gaan doen en 2 moi en misschien 2-3 die het dan niet redden. Ja. Dus dat noem je een J-curve. Dus in klassiek venture capital is 1 investering van de 10 die gaat hem helemaal terugmaken. En de rest is eigenlijk allemaal lost en dan kan je naar je geld fluiten. Bij ons is dat ietsje meer gelijkmatig. Ja. Hey, je zegt ook op jullie site van eigenlijk investeren we in mensen. Maar gaat dat dan ook letterlijk zo? Want natuurlijk heb je goede mensen nodig bij een goede investeerder, maar als je in mensen investeert, kan je ook zeggen van, nou, misschien dat deze start-up, deze onderneming het niet wordt, maar dan wordt de volgende het wel. Is dat zeg maar letterlijk zo dat je in mensen investeert, of is het in het bedrijf van die mensen nog steeds? Dan zoek je dan naar de juiste mensen, maar dat snap ik wel. Nou, kijk, in Nederland hebben we nog niet het klassieke fenomeen van de serial entrepreneur. Is in Nederland, heb je er misschien een paar voorbeelden van, maar nog niet zoveel. Als je Europees kijkt, al iets meer. We hebben ons vaker met mensen over gehad hier aan tafel, maar in Nederland is het vaak zo, als je echt een hele succesvol hebt, die stopt eigenlijk gewoon. Die doet gewoon daarna niet meer zo heel veel. Ja, en dat is een zonde. We kunnen het straks nog even over hebben. Maar ik denk dat dat een wezenlijke issue is in ons ecosysteem. Maar kijk, wat wij doen, wat we bedoelen met mensen eerst, is dat we hebben een principe, dat noemen we human capital first. En dat klinkt heel hooghartig. Maar wat we eigenlijk bedoelen is, van die bedrijven die al goed momentum hebben, die goed aan het schalen zijn, daar kloppen eigenlijk heel veel investeerders aan de deur. Dus dan wordt het voor jou als venturepartij, moet je op een andere manier, moet je iets gaan toevoegen dan alleen die zak geld, zou ik maar zeggen. Dus wat wij doen, als we ze dan hebben, we hebben die ideeën over de toekomst, dan weten we, deze 4-5 bedrijven vinden we interessant, die benaderen we dan proactief. En in plaats van dat we zeggen, joh, mogen we investeren, zeggen wij, wat is je grootste probleem, hoe kunnen we je helpen? En dat bedoelen we met Human Capital First. Wij gaan eerst zo'n bedrijf een tijdje helpen. En die hulp kan zijn dat Ben bijvoorbeeld zegt, nou, ik introduceer je heel hoog in de boom bij je droomklant. Of ik die heel praktisch een financieel model of een strategie help uitwerken. Of Alexander die met zijn marketing expertise weer iets anders doet.
Maar soms zijn dat echt trajecten van een paar maanden lang. En dan, als dat wordt dan bezegeld, zou ik maar zeggen, met een investering. Dus, en dat doen wij om een aantal redenen. A is dat we dus die toegang krijgen tot die hele goede bedrijven. B is dat we qua due diligence, dus het onderzoek wat een venture capitalist normaal doet... Is dat doe je dan eigenlijk al in die voortraject? Ja, dat doen wij eigenlijk al veel beter en veel rijker dan een normale VC. Want een normale VC, die gaat er heel kort met je een interactie hebben, stelt heel veel moeilijke vragen, komt dan vervolgens met zo'n checklist. En moet je een dataroom inrichten en dan moet je allemaal stukken en dan heel snel moet alles... Ja, heb je dan echt goed gevoel voor die ondernemer en of die het gaat maken? Ik persoonlijk denk het niet. Dus we krijgen veel rijker inzicht. En als laatste is, als we dan investeren, dan investeren we ook echt met conviction. Dus dan willen we ook echt graag. Ja, vanuit jullie geredenen snap ik dat. Dat heeft ontzettend veel voordelen om het op die manier te doen. Ja. Vanuit de ondernemers en de ondernemingen geredeneerd, is het natuurlijk een hele drukke markt aan het worden. Hè? Want jullie... Er zijn duizenden fondsen inmiddels. Er zijn er in Europa precies 850, dus dat valt nog mee. Nee, maar we hebben hier heel veel mensen aan tafel die kijken als eerste al over de oceaan heen en zeggen, ja, we willen het liefst in Amerika lanceren, we zoeken een netwerk in Amerika. Ja. Dus die kijken al gelijk naar Silicon Valley. Nou, zijn er wat meer dan 850. Ja, dat klopt. Maar kijk, hoe gaan jullie je in dat ecosysteem onderscheiden? Ja, nee, dat is de hamvraag. En dat zijn ook de vragen die onze potentiële investeerders aan ons vertellen. Hè. Hoe ga je staan? Nou, kom maar op met die pitch. Hoe differentiëren? Ja, we hebben nog geld tegen, man. Kijk, die ja, nou, maar jij bent vooral, hè? Vanaf een ton kan je meedoen, toch? Ja, nou, dat is iets hoger, maar daar kunnen we over praten. Kijk, wat uiteindelijk het verschil maakt in een bedrijf, is uiteindelijk wat ook het verschil maakt bij een VC. Kijk, hè, dus we hebben een strategie en die is vrij duidelijk, die heb ik net uitgelegd. Dat kan ik nog wel drie keer vertellen, maar dat is het gewoon. Gewoon hele goede bedrijven proactief benaderen en dan binnenkomen. En dat binnenkomen moet je dan doen op een manier waarvan zo'n ondernemer denkt, wauw, die jongens nemen... Ja, die zeggen niet alleen dat ze meer meebrengen dan geld, maar die doen ook echt wat. Mm-hmm. Het verschil is dat wij al voor ze gaan werken voordat we überhaupt geïnvesteerd hebben. Dus we bieden in feite een soort gratis raad en daad aan. Nou, dat doen niet zoveel VC's nog. Dus dat is één. Het andere is dat die mensen, dus die drie mensen die we hebben, en er zijn overigens, kan ik straks iets meer over vertellen, maar er zijn ook mensen om ons heen, die staan nog niet op de website, maar die helpen ons achter de schermen, zou ik maar zeggen. En dan moet je denken aan... C-level mensen van Silicon Valley bedrijven die hun talent en hun netwerk ook inzetten voor ons. Maar goed, wat deze drie mannen denk ik al meenemen is al heel mooi. Ik kan je een voorbeeld geven van een bedrijf wat een US-bedrijf is, wat met ons wil werken, terwijl daarin zit Kleiner Perkins, Index Ventures, Unisquare Ventures, Uri Milner en nog een paar. Kortom, die hebben echt geen behoefte aan nog per se een vizier bij. En ze hebben echt de allerbeste al. En toch willen die met ons werken. Is jouw vader, Ben Verwaaij, is daar denk ik ook heel belangrijk in. Ja, zeker. Krachtzinnig netwerk. Dat is onze troefkaart ook een beetje. En Alexander ook. Bouw je dan toch, weet je wel, zo'n fonds eigenlijk een beetje om zo'n man heen? Natuurlijk. Je kijkt naar welke kaarten hebben wij. En daar bouw je een strategie omheen die daar goed bij past. En zo is het gegaan. En een vraag even van Twitter. Oh. Ja, nee, het is ook wel extra leuk. Ja, Mark Lens van Gerald vraagt eigenlijk van precies waar we het over hebben. Ja, maar ik moet even introduceren, want hij heeft in zijn verleden betrokken geweest bij Layer, investeren in Layer. Ja. En Mark Lens van Gerald was van Layer. Ja. Dus dat is, die wou ik nog even bij vertellen. Hij zegt, Nederland, Europa staat bekend als risicomijdende VC-markt ten opzichte van de VS. Is dat iets wat moet veranderen of is het al goed zo? Ja, het antwoord ligt al in zijn vraag verborgen, denk ik. Nee, kijk, wat je ziet, wat wel grappig is, is dat de UK, ministerie van Economische Zaken in de UK, heeft laatst een studie gedaan naar hoe de inhoud is van businessplannen in Europa versus in de US. En in de US gaat ongeveer 80% van een businessplan over de opportunities en 20% gaat over risico's. En in Europa zie je dat het eigenlijk precies andersom is. 80% gaat over risico's en 20% over de opportunity. En VC's, laat ik zeggen traditionele VC's en wat Nederlandse VC's en ook daarbuiten in de categorie ietsje meer old school. Die zijn wel van risicomijdend gedrag en hebben wel eens de neiging om de downside, hè, dus de risico's, helemaal af te timmeren in zo'n deal.
Ja, dan kan je zeggen, is dat heel vervelend voor ondernemers? Jazeker, dat kan vervelend zijn. Is het verstandig gedrag van de VC? Nou, zijn LP's, hè, dus de mensen die achter hun zitten, zullen waarschijnlijk zeggen, nou, ik vind het wel fijn dat je wat risico's afdekt. Dus ja, daar zit altijd een spanningsveld tussen. Ik denk wel, wat je ziet is dat de competitie wordt gewoon wat groter in het venture capital systeem. Ja, waardoor je wel zult zien dat ook zelfs Nederlandse partijen wat hogere waarderingen zullen gaan neerleggen. Ja. Dus dat is alleen maar prima voor de ondernemer, denk ik. Ja, en wat ik nog wel interessant vind, net refereerde jij er ook al even aan, over het klimaat in Nederland. Voor het ondernemersklimaat, maar vooral ook het start-up klimaat in de technologie. We raakten het net even toen jij zei van ja, heel veel mensen in Nederland die een keer succesvol zijn geweest, die lijken dan te gaan stoppen, de wereldzeeën te gaan bevaren of weet ik wat te gaan doen. Terwijl in Amerika zie je volgens mij veel meer dat mensen gelijk gaan doorinvesteren, anderen gaan helpen, fondsen gaan opzetten of gewoon nog weer een keer opnieuw beginnen of nog een keer opnieuw beginnen. Ja. Hoe verklaar je dat? Of beter om te beginnen met me eens? Ja, ik ben het wel met je eens. En ik wil er ook wel een waardeoordeel over innemen. Dat jammer is dat niet gebeurt in Europa. Kijk, als je aan mij vraagt wat gaat er nou heel erg goed in Silicon Valley, of misschien in Israël, of misschien dan wel Londen en Zweden, is dat die feedback loop, ik heb dat wel eens vaker gezegd, maar van het starten van een onderneming, hard groeien, mooie exit maken en dan als founder weer terug in het ecosysteem, dan wel investeren als een angel investor of weer een nieuw bedrijf starten. He, dus die loop, als die maar blijft gaan als een dolle, ja, dan gaan we met z'n allen profijt van hebben. Dat gebeurt wat te weinig in Nederland. Mijn collega Alexander heeft bij TomTom gezeten. Die founders van TomTom doen wel het een en ander, maar ik had wel verwacht, hey, daar kan misschien een heel mooi systeempje uit gaan ontstaan van allemaal mensen die vanuit TomTom of van noem Adyen of noem andere wat grotere bedrijven, dat er allemaal kleine maffia's gaan ontstaan om die bedrijven heen. Kijk, als je naar PayPal kijkt en de bedrijven die daaruit voortgekomen zijn. Ja, zinnig, hè? LinkedIn, YouTube, weet ik het. Er stond laatst een heel interessant artikel in, ik weet niet meer waar het stond, maar over dat netwerk van al die founders uit die. En dat hebben we hier gewoon nog niet. En dat is jammer. Ja, ik zou niet weten hoe we dat precies aan moeten krijgen. Maar let a thousand flowers blossom. Dus als heel veel mensen goed succesvol gaan ondernemen, zullen er vast wel een paar zijn die toch het nog een keer gaan proberen. Helpen dingen als de Startup Delta en de inzet van Nelly daarbij om dit? Jazeker. Kijk, wat Nelly Kroes en de Startup Delta in eerste instantie doet, is heel veel aandacht vragen over dit fenomeen van startup en de subcultuur daaromheen. En dat dit belangrijk is en geagendeerd wordt bij Politiek Den Haag, et cetera. En ook gewoon dat de centen vrijkomen. Ik bedoel, laten we heel praktisch daarover zijn. Ja, kijk, de randvoorwaarden, die moeten goed zijn. Maar die zijn al best wel goed in Nederland. Dus als je kijkt gewoon naar onze infrastructuur, die is echt top. Ik bedoel, broadband penetratie tot en met mobiel, dat is allemaal top 5 in de wereld. Als je kijkt naar het zaken doen in Nederland, dat is allemaal ook hartstikke goed geregeld. Wij staan overigens beter gepositioneerd dan Amerika als je kijk naar hoe lang kost het om een BV op te zetten versus een limited liability. Dat doen we sneller. Ja, wij doen het een halve dag. Dus er zijn allerlei randvoorwaarden die in Nederland hartstikke goed zijn. Maar als je het mij vraagt, waar ligt het dan aan? Is het gewoon cultuur. Dus het ontbreekt ons gewoon een beetje aan winnersmentaliteit en die ambitie. Het wordt vaak gezegd, maar het is gewoon zo. En cultuur veranderen, dat is een langdurig proces. Nou, dat gaat niet heel snel, nee. Maar ik, wat ik wel merk is dat die sub, wat eerst een niche-subcultuur was, hè, jullie zijn daar een belangrijke bijdrage aan, voor een select gezelschap nerds, zou ik maar zeggen, dat begint wel wat opener en wat groter te worden. Dus dat is mooi. Nou, iedereen duikt erop. Ja. Weet je, alle media, elk zichzelf respecterende zender heeft een technologieprogramma. Ja. En elk programma daarbinnen heeft weer zijn technologie-expert. Ja, maar dat is hartstikke mooi. Dat is alleen maar goed. Kijk, al die kids die nu 16 zijn, die moeten eigenlijk denken, oké, dit kan ik ook. Dit moet ik gaan doen. Ja, en Dan toch, want dat blijft voor mij dan het lastige. Dan zie je ook de investeerders, weet je, dat explodeert ook. Het aantal mensen dat natuurlijk ook geld ziet. Ja. Waarom denk je dan van, nou, dat gaan wij ook nog maar eens doen? En verzin je niet wat nieuws? Ja, nou ja, dat is een goede vraag. Waarom ik dit... Kijk, ten eerste vind ik het gewoon leuk. Dus dit vak is heel gaaf. Dus je zit op de voorste rij, je ziet alle nieuwe technologie voorbij komen.
En heel af en toe denk je dan, nou, ik ga het nu proberen en dan join the ride, zou ik maar zeggen. Dus dat is het eindeloze wachten van die brandingsurfer. Ja. Precies, dat is weer die surfmetafoor. Maar waarom wij het wel denken, kijk, in Nederland zijn we best goed in starten. En dit hebben jullie ook vaker gehoord, denk ik, maar wat minder goed in groeien. En wij denken wel dat het clubje mensen wat we bij elkaar hebben en wat mensen daaromheen, dat we niet alleen in Nederland, maar ook in Europa een paar van die bedrijven op zich wel goed kunnen helpen om toch eens een keer in Europa zelf of in Nederland zelf heel groot te worden. In plaats van, hey, ik krijg een 200 miljoen bieding van een Amerikaans bedrijf en ik maak die exit. Ja, vind je het belangrijk inderdaad dat we vanuit Nederland, vanuit Europa... Zeker. Ik denk als je Ben vraagt waarom doe jij dit, zegt hij dit. Ja. Hij zegt gewoon, ik vind het zonde dat wij met z'n allen altijd naar de US migreren. Het is helemaal niet nodig. Ja. En jullie zijn vanuit familie niet heel erg op Nederland georiënteerd, wat breder. Hoe kijk jij naar die markt binnen Europa? Want weet je, Amsterdam timmert, denkt op dit moment goed aan de weg. Ja. Maar loopt nog behoorlijk achter natuurlijk bij Berlijn, Londen. Ja. Hoe zie jij die ontwikkeling? Waar focussen jullie dan op vanuit jullie? Europa klinkt heel groot en meeslepend. Ja, dat valt wel mee. Maar goed, voor de meeste mensen klinkt dat al best wel groot. Maar eigenlijk waar je het dan over hebt is een stad of 4-5. Dus dan heb je inderdaad wat je zegt, Londen, Berlijn, Stockholm, Amsterdam. En dan moet je misschien eens een keer in Parijs nog ook eens een keer gaan kijken. Maar dan heb je in feite Europa gecoverd. En misschien dat er een keer, ik zeg het nu maar, het Enschede kan ook een paar hele mooie bedrijven, maar dat is het dan. Dus waar wij, wat wij gewoon zien is dat begint gewoon te clusteren in een aantal hotspots. En daar moet je zijn. Ja. En af en toe komen er dan bedrijven buiten die regio's, maar die komen altijd wel langs. Ja, maar ga je ook af en toe naar Tallinn? Ja, naar Tallinn is zo'n buitencategorie waarvan je zegt, daar moet je ook willen zijn. Dat is meer de early stage zien die daar goed aan de weg timmert. Dat is natuurlijk ook gekomen door Skype, hè, als we het over zo'n maffia hebben. Maar goed, het echte werk, ja, dat gebeurt voor VC, gebeurt vaak in Londen. Daar zitten ook de meesten. Dus je hebt een soort karavaan van als mensen serieus gaan fundraisen, gaan ze meestal wel, doen ze wel een rondje Londen. Ja. Dus onze hoofdkantoor zit ook. Ja, oké. Okay. Hey, en je zegt van wij zijn proactief, dus wij gaan zelf op zoek naar die partijen. Ja, hoe doe je dat? Heb je een research afdeling? Heb je mensen die daar al informatie voor jou bij elkaar schrapen? Ja, we zijn met z'n drieën, dus de research afdeling. Ja, dat dacht ik ook. Maar misschien was dat die cirkel helemaal omheen, dacht ik. Die zit hier. kijk, hoe we dat doen is... is gewoon, kijk, ik spreek heel de dag ondernemers. Ik zit veel online, dus ik lees heel veel. Dus ik kom allerlei bedrijven tegen. En als ik dan denk, hey, dat past wel bij een paar van die ideeën waar ik het net over had, dan log ik dat. Wat we ook doen is, binnen VC heb je ook wat disruption overigens. Je hebt partijen die een big data oplossing hebben over het signaleren van hot companies. Dus dan heb je een bedrijfje dat heet Mattermark bijvoorbeeld. En die registreert gewoon welke bedrijven. Ze hebben heel veel likes, tweets, LinkedIn profielen worden aangemaakt. Die meten gewoon, zit er buzz omheen. En die hebben gewoon een index van bedrijven waar wat gebeurt. Nou, dat is weer zo'n bron waar je het vandaan haalt. Nou, die log ik allemaal. En wat we dan doen eigenlijk is een stukje informatiearbitrage. Dat klinkt heel... Nou ja, bijna Gordon Gekko achter, maar zo bedoel ik het niet. Maar is dat we gaan kijken met de mensen die wij kennen van wie is nou eigenlijk de allerbeste in deze categorie. Mm-hmm. Nou, daar moet je een netwerk voor hebben. Maar als je dat eenmaal hebt opgebouwd, kun je vrij snel met een paar telefoontjes erachter komen van wie is hot. En zo doen we dat. Ja. Hey, en er zijn nu twee op de site, twee bedrijven. Wanneer kunnen we de volgende verwachten? Nou, best snel. We zijn nu met iets bezig wat we best wel interessant vinden. Ik denk dat we misschien nog eentje zullen doen, hè, zoals Travelbird en Engie Data, waarbij we misschien wat kleiner bedrag doen van ons eigen geld. Maar we zijn nu ook al bedrijven aan het opleiden zodra wij rond zijn. Want jullie zoeken naar investeringen van rond de 10 miljoen, begreep ik? Ja, dus even ervan uitgaan dat het helemaal gaat lukken met die 150, dan hebben wij een vrij geconcentreerde aanpak. Dus dat willen we een onderneming of 10, 12 doen. Dus dan moet je ook denken aan over de lifetime van zo'n bedrijf, van een bedrag van 10 tot 15 miljoen euro. Ja. Dus dat, maar goed, de volgende, ik hoop zo snel mogelijk.
Nou, vertel eens, wie hier zit in de pijp. En goh, we dachten, dat is nog langer. Ja. Ooit komt er een transparante video in de wereld. Ja, maar dan gaat die waardering weer zo omhoog. Ik vind het bijzonder dat je een keer vanuit jullie kant het transparante verhaal graag gedaan. Vertelt. Ja, en ik wou eigenlijk nog een, behalve dat, een heel goed, interessant verhaal is, maar ik heb al nooit iemand ontmoet die elke keer dat hij een Engels woord ging gebruiken, onmiddellijk de uitleg en de vertaling deed. Fantastisch. Ja, dat doe je supergoed. Dat is namelijk de verleiding is groot. Ik heb een broertje dood aan al de bullshit bingo die gespeeld wordt. Maar dan merk ik dat ik het zelf toch wel eens doe. Ja, maar je deed het ook heel goed met uitleggen. Ik heb nog even een vraag van Twitter van Adrie Munier. Die vraagt eigenlijk, hoe doet Moskou het eigenlijk? Hoe doet Poetin het in dit hele verhaal? Dus technologie, start-ups. Nou, laat ik iets over Moskou zeggen. Daar werd best veel in geïnvesteerd. Dus als je naar hele grote Europese en Amerikaanse fondsen keek, zo'n Accel Partners bijvoorbeeld en Index en wat bekendere VC's, die begonnen daar best flink te investeren. Vanaf 2010, 2011. QPVIP en een paar van die grote Amazon-achtige Russische equivalenten. Ja, ik zie nu heel weinig gebeuren. En dat is gewoon omdat een VC nu bang is. Oké, kan wel investeren. Misschien zijn het best wel goede bedrijven. Maar krijg ik mijn geld dat land uit? Ja. En daardoor zie je het een beetje opdrogen. Dat is een hele grote belemmering, hè? Dat wil je niet aan je investors vertellen. Van ja, top investeren, een mooie exit. Maar kan er niet bij, weet je. Ja, dat gaat niet natuurlijk. Dus. Ja. Dus maar over Poetin en digitaal heb ik niet echt goede inzichten, moet ik eerlijk bekennen. Maar het simpele feit dat daar onzekerheid is over wat je kunt met je investeringen, nou, is genoeg voor mensen om het zijn een paar van die landen, dus Rusland, China, kan je gewoon ook je geld eruit trekken zonder dat je belemmerd daarin wordt. Dat is af en toe best lastig. Okay. Super. Hey, Robert, ontzettend bedankt. We hopen dat we je terzijde tijd nog weer een keertje verder wilt komen vertellen hoe het gegaan is. Hey, steek een dingetje, want ik vertel natuurlijk altijd dat mensen FMT-member kunnen worden voor een... Daar ben ik inmiddels aan gewend. Ja, daar ben je aan gewend. Maar waar je nog niet hebt ingelogd is op onze Slack-omgeving. Ja, daar heb ik wel op ingelogd. Nee, ik heb gekeken. Je staat er niet bij. Is dat weer een andere Slack-omgeving dan waar ik zit? Speciaal voor al die members. Oh, oké. Snap je? Dat is één van de toegevoegde waarden. Is absoluut de moeite waard. Ik krijg je onderuit de zak. Maar ja, je bent ik ga het gelijk doen. Doe dat gelijk. Misschien moet het even laten zien zelfs. Ja, op z'n keer. Nee, kan je wel over die kanalen vertellen. Maar het is de plek waar mensen mee kunnen praten over gasten die hier komen. Delen er extra links. Wordt gediscussieerd. Je kan alles leren over Slack zelf. Ik help je straks een handje door de Slack-bos heen. Word FMT-member, dat is een van de dingen die je krijgt. Elke dag ontvang je een handpakt in je brievenbus. Alle boeken die we hebben uitgegeven krijg je dan gratis en voor niets. En je helpt media over innovatie mogelijk maken. Kijk je nu live, dan blijf kijken, want zo direct praten we verder over tickets. En kijk je ondermand, dan weet je dat je die uitzending kunt vinden. We danken Streamzilla uit Groningen die ervoor zorgde dat je live kon meekijken naar deze uitzending. Dankjewel. Dag.